Universiteit van Nederland. Als je om je heen kijkt in de wereld, oorlog, aanslagen, genocide, het is van nu en van alle tijden. Maar hoe afschuwelijk een conflict ook is, hoe massaal mensenrechten over en weer worden geschonden, er komt een punt dat je elkaar weer de hand moet schudden. Uiteindelijk stopt een oorlog en moet je als voormalige vijanden samen verder. En dat is moeilijk voor te stellen misschien, als je kijkt naar bijvoorbeeld Israël en Palestina of Rusland en Oekraïne. Hoe doe je dat? Hoe verzoen je je met je vijand? En is verzoening altijd mogelijk na een oorlog of conflict? Als we de vraag willen beantwoorden of verzoening mogelijk is na oorlog en conflict, dan is het korte antwoord ja, dat kan. Nelson Mandela, de voormalige president van Zuid-Afrika, heeft het mooi gezegd. It always seems impossible until it is done. Dus het lijkt altijd onmogelijk totdat het gebeurt. Maar verzoening is moeilijk en nooit perfect. En de weg daarnaartoe is complex. Dit is Lorena de Vita. Zij is historicus op het gebied van internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Ze won een Heineken Young Scientist Award voor haar onderzoek naar verzoeningen in het verleden. Hoe lukte het vijanden om de strijdbijl te begraven en weer vredig verder te leven? Neem bijvoorbeeld de nasleep van de apartheid in Zuid-Afrika of de nasleep van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust in Europa. Na zoveel geweld, hoe was het mogelijk voor mensen om van een situatie van massale mensenrechten schendingen tot vreedzaam samenleven te komen? Daarover later meer. De nadruk op verzoening na een conflict bestaat nog niet zo lang. Het wordt pas populair aan het einde van de 20e eeuw. Daarvoor werd er niet verzoend, maar lag de focus op straf, op het vervolgen van oorlogsmisdadigers. We hadden bijvoorbeeld Nuremberg aan het einde van de Derde Rijk in 1945, waar we hebben gezien dat niet veel, maar wel een paar van de nazi-leiders op een internationaal tribunaal waren. Dat was dus een focus op individuen en daders, maar niet op de individuen qua slachtoffers. Ze hadden dus relatief geen stem toen. Langzaam ontstond het idee dat straffen alleen niet voldoende was. Lorena sprak voor haar onderzoek met een van de hoofdaanklagers die kort na de Tweede Wereldoorlog nazi's voor de rechter bracht. Benjamin Ferencz. Tijdens die processen was hij 25. En toen ik met hem sprak, was hij 101 jaar oud. En dit is wat hij me vertelde. Ik kwam tot de conclusie dat het niet voldoende was om een handjevol criminelen of moordenaars te straffen. Je moet een wereld creëren die meer humaan is en vredevol. Dat idee van het slachtoffer ook een rol geven wordt populairder in de jaren 80 en 90. De tijd waarin de Berlijnse muur valt, er een einde komt aan de Argentijnse dictatuur en het apartheidsregime in Zuid-Afrika wordt afgeschaft. In die tijd was er veel discussie over hoe samenlevingen konden herstellen. Van situaties van massale mensenrechten schendingen naar een situatie van relatieve vrede. Om dit herstel in gang te zetten bestaan er drie verschillende methodes die vaak als mix ingezet worden. 1. Juridische procedures, dus daders vervolgen. 2. Waarheidscommissies instellen om de verhalen van daders en slachtoffers een plek te geven. 3. Herstelbetalingen. En die laatste methode heeft een materiële kant, geld, maar ook een immateriële kant die niets met geld te maken heeft. Bijvoorbeeld is psychologische hulp een manier om de slachtoffers te helpen om naar verder te gaan. Maar er zijn ook belangrijke maatregelen, bijvoorbeeld om de politie of de veiligheidsdiensten beter te kunnen trainen om soorten gevaarlijke, gewelddadige dynamieken te kunnen erkennen en stoppen. Inmiddels weten we uit ervaring dat deze methodes daadwerkelijk kunnen zorgen voor vrede na de meest gruwelijke passages uit onze geschiedenis. Maar lange tijd werd dat als onmogelijk gezien. Als je kijkt vanuit een historisch perspectief, dan was er heel lang de gedachte van nee, de verzoening tussen deze partijen na genocide, oorlogen, is zeker niet mogelijk. En wat ik interessant vind aan de geschiedenis zelf, is dat de geschiedenis ook laat zien dat verzoening mogelijk is geweest. Om een extreem voorbeeld te noemen, 80 jaar na het eind van de Tweede Wereldoorlog, de systematische Jodenvervolging en de genocides door de nazi's en hun bondgenoten, is verzoening mogelijk geweest. Vorig jaar nog
prees de minister-president van Duitsland deze verzoening. Het is een kostbares geschenk voor dat we zeer dankbaar zijn. Olaf Scholz sprak over een kostbaar geschenk. Maar in veel opzichten is het dat niet. De verzoening tussen de twee landen was niet iets dat werd gegeven. Integendeel, er is heel hard voor gewerkt door mensen die gedacht hebben dat de verzoening, de dialoog met de andere kant, heel belangrijk en ook mogelijk was. Een cruciale stap in de verzoening tussen de twee landen na de Holocaust was de onderhandeling over herstelbetalingen die in 1952 plaatsvond in een villa in Wassenaar in Nederland. Het hele idee dat 7 jaar na het eind van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust mensen uit Israël en uit Duitsland aan dezelfde tafel konden zitten, dat was helemaal ondenkbaar voor heel veel mensen. Er was zo'n heftige discussie in Israël, maar ook in Europa, ook in de Arabische wereld. Er waren heftige protesten in Israël. Het was niet acceptabel om over materiële dingen te onderhandelen in de nasleep van een genocide. Geld op tafel leggen nadat er zoveel mensenlevens verloren waren gegaan. Dat stuitte op groot verzet. De onderhandelingen in die villa in Wassenaar waren zelfs zo omstreden dat er een aanslag werd gepland op het leven van de onderhandelaars. In de Nederlandse archieven vond ik documenten die echt heel goed laten zien dat ook bombrieven destijds naar de onderhandelaars werden gestuurd. Mede dankzij de Nederlandse politie en veiligheidsdiensten werden de brieven op tijd onderschept en konden de gesprekken doorgaan. Uiteindelijk leidden ze tot een herstelbetalingsovereenkomst die vandaag de dag wordt beschouwd als een model voor veel andere landen en situaties. Maar het verzoeningsproces duurde veel jaren, was moeilijk, was pijnlijk en het is ook nooit echt af. De problemen staken van tijd tot tijd weer de kop op. Er was bijvoorbeeld in 1972 een aanval tegen de Israëlische Olympische Speler die in München waren voor die Olympische Spelen. Good afternoon. I'm speaking to you live just outside the Olympic Village in Munich, West Germany. At this moment, 8 or 9 athletes of the Israeli team are being held prisoner. These guerrillas are a group called Black September. 11 Israëlische atleten werden gedood door leden van de Palestijnse terreurbeweging Zwarte September. En daarna had Duitsland de leden van de terroristische groep Black September weer vrijgelaten zonder de toestemming te vragen aan de Israëlische autoriteiten. Dit zette de herstelde banden tussen Israël en Duitsland opnieuw op scherp. Dat is een extreem voorbeeld van een moment waar de moeilijkheden heel, heel duidelijk waren. Maar er waren ook andere momenten, bijvoorbeeld ook vandaag de dag. De betrekkingen zijn heel sterk tussen de landen. Maar ik heb ook de ervaring meegemaakt van mensen in Israël die ook in archieven werken, bijvoorbeeld. Die tegen mij hebben gezegd dat zij alleen maar stiekem naar Duitsland zijn gegaan. Dat konden ze toch niet aan hun ouders vertellen, omdat zij hadden zoiets nooit kunnen begrijpen. En dat is ook belangrijk om zich te realiseren dat de wonden altijd nog open kunnen raken. Dus het is belangrijk om verzoeningsprocessen niet te idealiseren. Een ander voorbeeld van een ideaal beeld is de verzoening in Zuid-Afrika na de apartheid. Een systeem van rassenscheiding. Huidskleur bepaalde waar mensen mochten wonen, werken en of ze mochten stemmen. In 1994, na jaren van internationale en ook activistische druk, werd de wetgeving ter ondersteuning van de apartheid ingetrokken. En daarna werden nationale verkiezingen in Zuid-Afrika voor alle gehouden, ongeacht huidskleur. En zo kwam een zwarte meerderheidsregering tot stand, onder leiding van de anti-apartheidsactivist Nelson Mandela. Never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. Maar het land had nog steeds te maken met grote problemen, grote vragen. En een belangrijke vraag was: hoe kon toen Zuid-Afrika verder naar zo'n verleden vol geweld? Om deze vragen te beantwoorden, werd de Waarheids- en Verzoeningscommissie opgericht.
dat orgaan had tot doel verzoening tot stand te brengen in Zuid-Afrika door de waarheid over de massale mensenrechten schendingen in het land aan het licht te brengen. Hier werden geen daders terechtgesteld, zoals in Nuremberg. Deze commissie werd geleid door een aartsbisschop en mensenrechtenactivist Desmond Tutu. Slachtoffers en daders kregen de kans om hun verhaal te vertellen. In ruil voor openheid over hun daden konden soldaten zelfs amnestie aanvragen, bescherming tegen vervolging. En dat was revolutionair. We are saying people who have committed horrendous acts, demonic acts, monstrous acts, are not monsters, are not demons. They remain human beings. Naast bewondering voor deze waarheidscommissie is het 30 jaar later ook kritiek. Bijvoorbeeld dat de legerleiding niet meewerkte. Het waren vooral gewone soldaten die zich meldden om amnestie aan te vragen. En dus als de topleden van de leger van Zuid-Afrika nooit voor de commissie zijn gegaan, dat betekent ook dat zij hun schuld nooit hebben moeten bekennen. En dat heeft natuurlijk ook consequenties voor de rechtvaardigheid en voor hoe de maatschappij verder kan gaan. De bredere systemische, raciale en economische ongelijkheid is gewoon gebleven. Als je kijkt waar de rijkdom zit, waar de privileges zitten in Zuid-Afrika, ook vandaag de dag zitten ze nog steeds met de witte minderheid. En de zwarte meerderheid heeft minder middelen ook om goed daar te kunnen leven. Ook in het zogenoemde model Zuid-Afrika is er nog een lange weg te gaan naar verzoening na eeuwen van racisme, ongelijkheid en massale mensenrechten schendingen. Nu heb je heel lang over geschiedenis gehoord, maar geschiedenis is altijd actueel. In het heden zijn er tenminste 110 conflicten in alle continenten. En hoeveel geweld vaak de focus is van nieuws, zijn de pogingen om vrede te stichten minder zichtbaar. Maar die zijn net zo belangrijk. Een inspirerend voorbeeld dat we deze dagen kunnen zien is dat van Women Wage Peace en Women of the Sun. Twee zusterorganisaties die bestaan uit Israëlische en Palestijnse vrouwen. We're looking at peace as a need, an equal need for both sides rather than one side over the other. Tijdens een mars om vrede op 4 oktober 23 verzamelden ze meer dan 1500 Israëlische en Palestijnse vrouwen om vrede te vragen. Drie dagen later vonden de grote terreuraanslagen plaats door Hamas, gevolgd door het zeer bloedige antwoord van Israël in Gaza. Het is belangrijk om te merken dat er niet één recept voor succes bestaat als het gaat om verzoeningsprocessen. Elk conflict, elk massale gruweldaad is anders en het bijbehorende verzoeningsproces zal op belangrijke punten verschillen van alle anderen. Maar dit is geen goede reden om ze niet te bestuderen of om geen aandacht te besteden aan deze gebeurtenissen, deze schikkingen, die misschien minder luid en boeiend zijn, maar net zo belangrijk. Als ik naar de geschiedenis kijk, kan ik wel zeggen dat verzoening in het verleden mogelijk is geweest. Zelfs in de meest onwaarschijnlijke omstandigheden, na de meest gruwelijke gebeurtenissen en zelfs toen weinigen geloofden dat dit het geval kon zijn. Conflict, geweld, waar het zich ook ter wereld afspeelt, is universeel omdat het gaat over menselijkheid. Maar wat maakt ons als mensen dat wij elkaar kunnen vernietigen of juist ook het feit dat wij dat niet doen of dat wij proberen te verzoenen, verder te gaan nadat zoiets verschrikkelijk is gebeurd. Bedankt Lorena. Er blijkt dus altijd een kans te zijn op verzoening. Het lijkt altijd onmogelijk tot het gebeurt. Wil je meer van de Universiteit van Nederland horen? We hebben nog ruim 600 afleveringen voor je klaarstaan. Tot de volgende!